Mariette Wolthuis van 100% Groningen is genomineerd voor beste raadslid in Nederland. Ze is de enige genomineerde uit Noord-Nederland. En afgelopen vrijdag is ze door de vakjury in de top 12 gezet. Op 20 maart is de uitslag van deze door de Volkskrant georganiseerde verkiezing. En ze zien niet anders op televisie of in de krant of waar dan ook. Zien niet anders dan de enige echte Mariette Wolthuis zoals ik ben. En ik denk ook dat, ja, dat de reden is waarom mensen mij genomineerd hebben. Mensen zijn zo klaar met de traditionele politiek. Dat het debat belangrijker is dan de inhoud. Dat de spelletjes belangrijker zijn dan waar het echt over gaat. Een jonge stad als Groningen, waar je een hele mooie mix hebt tussen jong en oud, kun je die verandering zijn. Daar ben ik van overtuigd. Nou, dan gaan we nu naar mevrouw Duitsen. Zij is mijn allergrootste fan en een goede vriendin. Ze is 93 en dankzij haar ben ik ooit met voorkeurstemmen in de gemeenteraad gekomen. En deze vrouw, ondanks haar leeftijd, is echt zo'n topwijf. Ik zou echt iedereen aanraden om zo oud te worden zoals zij is. Zo positief en zo leuk. Dus dan gaan we nu eens even bij haar bellen. Kijk of ze er is. Mevrouw Duitser heeft helaas geen kinderen kunnen krijgen. Best wel alleen. Dus daarom breng ik vaak koffie bij haar. Ik ken haar via mijn werk als wijkverpleegkundige. Ik ben mijn allergrootste fan, weet je wel, hè? Ja. Ja, toch? Ja, toch. Twee voor één. Nou, en ik heb dus nieuws. Want ik ben genomineerd tot beste raadslid van Nederland. Zo. Dat is nogal wat, hè? Ja, mooi. Ja, hè? Hey, en 4 jaar geleden, hè, heeft u ook voor mij geflyerd, hè? Altijd, ja. Ja, nee, dat is zo. Bij de bingo. Echt? Overal. Bingo. Ja. En waar nog meer? Nou, bij de dingen toch ook. Bij Matershof hier. Ja, hier. En het Klaverjassen. Ja, moet je wel mee. Ja, want ik ben ooit met voorkeurstemmen erin gekomen, hè? Ook dankzij u. Ja, mooi. Ja, ja, en dat en was ook zo. Ja. En houden zo, meisje. Denk daar goed om. Ja, dat doe ik. Die mannen-ego wat hier heel erg heerst, dan denk ik echt, jeetje mina, waarom moet dit zo? Nou, je ziet mijn frustratie ook, dus worstel ik ook iedere week mee. En daar ben ik zo klaar mee. Ja, en hoe kun je dat veranderen? Nou, volgens mij door gewoon zelf het beste voorbeeld te geven. En daar niet aan mee te doen. Ik blijf gewoon bij mezelf. En wel op inhoud een verhaal te vertellen. En nu? Ben je genomineerd. Ja. En nu? En nu? Nou, ik ben in de top 25 gekomen van Nederland. Dat is hartstikke mooi. Zo, ja. En nu is er een jury die bepaalt de top 10. Zo. En dat weet ik dus niet. Maar ik ben nu al in de top 25 gekomen. En dan heb je dus 10 finalisten. En één daarvan wordt de beste raadslid van Nederland. En dan win je een award en eeuwig geroemd natuurlijk. Ja, dat is niet gek. Dat is niet gek, hè? Nee, zeker. Dat kan niet veel mensen zeggen, nee, toch? Nee, hoor. Nee. Dat is prima. Daarom. Dus zo gaat het verder. O Heer, geef wijsheid ook aan haar. Ze heeft het bitter nodig. Ik ben nu 4 jaar raadslid in de gemeente Groningen. Maar ik was nooit zo ver gekomen zonder mijn fractiemedewerker Bert. Die helaas een maand geleden heel plotseling overleden is. Bert Dijkhuizen is voor mij mijn grote mentor geweest. De grote man achter Mariette. Ik heb gewoon elke dag nog wel heel veel verdriet ervan dat hij er niet meer is. Ja.